Ben je op zoek naar goedkope FIFA Ultimate Team Coins? Ga dan naar easyfifacoins.com en gebruik de kortingscode TRIP bij je bestelling voor nog eens 5% korting. Yo, kijkers en welkom bij een nieuwe FIFA 15 Ultimate Team Pack opening. De aanvallers van Team of the Year zijn er. Messi, Robben en Ronaldo. En ik ga proberen met 1,5 miljoen, oftewel 1,5 miljoen, gaan we kijken of we iets kunnen vangen door pakketjes open te maken. Eerst deze 10 en daarna gaan we deze pakketten openen totdat we al onze muntjes er doorheen hebben. Dus we hebben nog even te gaan. Ik ga denk ik niks knippen, ik laat gewoon alles zien. Ik vind dat alles erbij hoort bij een pack opening. Anders kan je er net zo goed highlights van maken. En als eerst krijgen we Pepe Fabiano. We hebben hier iets en heel veel dubbels. Dus dit is eigenlijk helemaal, helemaal niks. Ik stuur alles maar gewoon naar club. En wat hebben we hier? Ja, hiervan doe ik gewoon alles snel verkopen nu. Hoppakee. Nou, het eerste pakketje was dus kut. Gaan we direct de volgende doen. Waar ik over ga praten eigenlijk, ik heb geen onderwerp. Dus qua commentaar zal dit niet de beste video worden. Wat hebben we hier? Oké, dit is ook gewoon helemaal niks van, joh. Kom op, guys. Kom op, FIFA. Geef me iets moois, joh. Nou, snel verkopen. Hoppakee. Vorige pack opening ben ik dus eigenlijk een foutje gemaakt door Pogba te discarden. Dat ben ik niet van plan nog eens te doen. Dat was ook weer een dubbele Dos Santos, had ik geloof ik al, toch? Geen dubbele. Ik zou zweren dat ik die al had. Nou ja, blijkbaar niet. En blijkbaar hebben we, dat is een andere Hazard dan die ik eigenlijk zou willen. Maar oké, boeien. Maakt niet uit. Snel verkopen. En dan gaan we nog een keer. We hebben nog geen blunders gemaakt door iets te discarden wat we niet moeten. Maar goed, we hebben ook nog niks moois gekregen. En ik hoop dat we nog wel iets moois gaan krijgen met 1,5 miljoen. Anders zou dat toch wel zonde zijn. Dit valt ook nog een beetje tegen eigenlijk. Dus, ik wil gewoon een team of the year of echt een hele goede speler. Gewoon, ik weet niet, iets bijzonders. Want we jagen er toch wel even flink wat muntjes er doorheen. En dan wil je er toch wel wat voor terug. Oké, dit... Markovic is wel leuk. Ik ben een Liverpool fan, dus Markovic vind ik tof. Verder niet echt... Zo heel geweldig. Gaan we weer verder. Volgende pakketje. Hartstikke idee. We hebben nog 5 te gaan van deze blauwe pakjes. En ik heb de tijd. Ik heb alle tijd. Nee. Fuck. Ik vind die, deze pakketjes zijn duur en ze vallen tot nu toe aardig tegen, moet ik zeggen. Maar goed. Wie weet bewaren ze het beste voor het laatst, hè? Nou, next. Wat gaan we krijgen? Wat gaan we vinden? Nou, de naam Müller is leuk, maar dan hoop je toch eigenlijk op een andere. Maar die andere Müller, die hebben we al, die van Bayern. Nou, dit was ook gewoon weer bagger, joh. Hup. Next, nog 3 van deze blauwe te gaan. En dan hebben we nog heel veel van de normale goudpakketjes, of normale Premium Jumbo goudpakketjes zijn het, geloof ik. Maar we hebben in ieder geval nog heel veel te gaan. We hebben alle tijd. Ik heb geen haast. En dit is ook gewoon weer niks, joh. Kom op, FIFA. Kom op. Gun mij dit. Gun mij iets moois. Gun mij iets geweldigs. Wat krijgen we hier? Het is... Ah. Ja. Hey, Veldman. Nou, daar word je vrolijk van, gek. Nou, tot nu toe heb ik vooral pech. Laten we het daar maar op houden. Laatste blauwe. Zit dan hier ook een blauw kaartje in? Dat zou toch geweldig zijn als dat gebeurt. En het is... Mijn klote tv is nou even naaiend. Het scherm het zwart. Mikkel. Afelai. En voor de rest allemaal dubbele, gek. Allemaal dubbele. Nou, dit is...
Was ook niet geweldig. Oké. Hebben we dat gehad, de blauwe pakketjes. Gaan we naar de... Kijken. Ja, hier. Jumbo goudpakket. Premium Jumbo goudpakket. Totdat we alle muntjes op hebben. Gaan we dat doen. Gewoon omdat het kan. Here we go. En... Nou. Hey, als Bilic, oud Ajax speler. Nou. Ricky Lambert, ondanks dat ik ook al voor Liverpool ben. Deze aanvaller boeit mij dan dus echt niet, hè? Nee. Gewoon totaal niet. Hoppakee. En jou verpatsen we snel. Gaan we door. Wat hebben we hier? Krijgen we nog geluk vandaag? Nee, nog steeds niet. Nog steeds niet. Het gaat even duren dat we iets moois krijgen waarschijnlijk. Oh, dit is wel leuk. Muntjes erbij. Kom maar. Dat is dan toch altijd wel weer welkom. En dan hebben we hier wat dubbelen die we gewoon snel verkopen. Hartstikke idee. Next. Nou, dat jullie klaar zijn voor een lange zit. We zijn al 6 minuten bezig. En we hebben nog geen miljoen er doorheen. Of nog geen 500.000 er doorheen. Dus we zijn hier nog wel even. Keen. Nou. Daar doe je het voor. Hé, hey, een Barcelona badge. Dat is ook wel geinig. Niet dat ik hem ga gebruiken, maar het is geinig. Ik ga ook gewoon altijd door het hele pakje heen. Want ik wil toch altijd wel weten wat ik heb. Dus dat kost ook nog eens even extra tijd. Maar goed, ik ben niet echt van plan te knippen. Daar ben ik ook deels te lui voor, geef ik eerlijk toe. Wedstrijden knip ik wel. Pack openings, nee. Niet echt, weet je. Als je gaat knippen, dan verwacht je dat overal wel iets moois komt. Muntjes, kom maar. En ja, daarom knip ik niet, want er is niet alleen maar iets moois. Daar hebben we dat kasteeljas stond, maar dat las ik even verkeerd. Maar maakt niet uit. Hartstikke idee. Volgende, Howard. Als jij erop staat, met je baard en je kale kop, dan krijg je niks. Dan krijg je Crouch. Gek. Crouch, jongen. Hoe lang gaat hij nog door voetballen? Sommige items kunnen niet yada yada yada. Dat standaard verhaaltje. Next up. Kom op, geef me iets moois. Nee. Ik krijg gewoon totaal niks. God. Nou, waren de mensen die twijfelen of ik wel bij Team of the Year zit? Jazeker. Ik denk, ik laat het ook eventjes zien. Zo. Gaan we weer door. Speciale pakketten zit ook niks. Nee, zilveren bullshit. Hartstikke idee. Volgende. Next. Gaan we weer, hoor. Nope. Drogba. Nou, dat is nog wel netjes op zich. Drogba is niet meer echt in zijn beste tijd van zijn carrière. Maar hey, het is nog best wel leuk. Een Ajax tenuutje. Nou, vind ik ook wel leuk. Dan kan er ook wel bij. Waarom ook niet. En mijn tv doet even zwaar irritant. Mijn scherm is zwart. Oké, nou zie ik mijn scherm weer. Het ligt denk ik aan mijn HDMI switch. Die heeft kuren. En dan wordt mijn scherm wel zwart. Nu met een pack opening maakt mij dat niet zo heel gek veel uit. Maar tijdens wedstrijden is dat kloten, jongen. Messi staat hierop. Messi, kom jij ook zelf uit het pakje kruipen? Nee, tuurlijk niet. Sam weer, hoor. Sam, die gast die we al 80 keer hebben gekregen. Want die naam die ken ik nu onderhand wel. Jonge. Wat zit eigenlijk hier nog meer bij? Sandra. We zijn hier nog even zoet mee. Sommige pakketjes duren ook gewoon even voordat ze open gaan. En dan proppen zij niet even iets leuks in. Nee. Het is allemaal meuk. Het is allemaal troep. Het is toch ook niet te geloven. Denken jullie dat er deze pack opening nog iets moois gaat komen? Ik hoop het. Ik hoop het echt. Sahin. Die hadden we ook al. Dat weet ik zeker. Die hadden we al. Ja, we hebben hier gewoon geen speler bij nieuw.
Ja, hij, maar... Die boeit me niet. Oh mijn god, dit was wel heel slecht. Voor hoeveel gaat Sahin eigenlijk? Oh, pardon. Ga weg. Zal ik hem gewoon snel verkopen? Ja. Ik verkoop gewoon. Ik ga dit niet. Sahin is niet zo'n heel bijzondere speler, vind ik zelf. Hachiki Day. Wie is de volgende? Het is. Niemand. FIFA mag mij tot nu toe gewoon niet. Deze pack opening. Deze pack opening is tot nu toe wel echt een ramp. En ook gewoon echt een ramp. Next. Wat gaan we hier eruit halen? Oh, mijn verbinding is lekker bezig hier. Gaat die nog open? Ja. Lange lading. Kom, niks. Vermalen van Barcelona. Nou, dat is geweldig. Hey, Marquinhos is ook wel leuk. Nou ja, leuke speler van career mode voor Ultimate Team. I don't know. Zo. Nou, dat was dus ook weer niks. Gaan we door. We hebben nog geen 500k er doorheen. Dos Santos. Zo te zien hadden we die dus al, want die zit hier niet bij. Nou. Ik ga de rest niet eens kijken. Hachiki Day en de rest mag er snel vandoor. Next up. Kom op, FIFA. Give me something. Huntelaar. Nou, dat is wel leuk. En Nasri. Hé, dat is ook leuk. Dat zijn leuke spelers. Kijk, Huntelaar en Nasri. Oké. Kijk, Nasri kan ik er wel bij gebruiken. Dat is geen probleem. Dus dit gaat gewoon naar de club toe. Eindelijk iets waar we wat aan hebben. Huntelaar voor als ik een Nederlands elftal wil gaan bouwen of zo, weet ik veel. Dan is die welkom. Nou. Kom op, nog een keer, FIFA. Gun me wat. Dos Santos, are you kidding me? Nou, voor de rest zie ik ook hier niks bij staan. Dus dit gaat allemaal gewoon mee. Paf, boom, pow. Nou, dat was een snel pakketje. Op naar de volgende. Laat anders in de reacties achter of jullie iets uit Team of the Year hebben gehaald. Iets moois. Maakt niet uit welke sessie. Ik ben voor de aanvallers gegaan. Ik weet niet, ik kon er... Niet dat de middenvelders en verdedigers slecht waren of zo. Ik wou gewoon... Ik heb gewoon één categorie gekozen waar ik voor wou gaan. En de aanvallers die hadden dan toch wel de mooiste spelers. Dus vandaar dat ik hier alles opzet. Maar laat achter in de reacties of jullie iets moois hebben gepakt tijdens unpackings in Team of the Year. Hebben jullie een Team of the Year speler of een andere mooie speler? Laat het weten. Laat het allemaal achter. Ik ben benieuwd. Want tot nu toe is mijne echt kut. Muntjes. Nou, kijk. Kunnen we nog langer doorgaan met unpacken. Zo hé. Nou ja, we hebben nu bijna de... Nee. Ik wou zeggen, we hebben bijna de 500k doorheen. Nou, het schiet al wel een beetje op. Maar goed, dan hebben we nog een miljoen te gaan. En we zijn al 13 minuten bezig. Waarom ook niet. En dan is hier helemaal niks. Oké, ik ga denk ik wel knippen. 13 minuten bezig en we hebben nog geen 500k er doorheen. Dit gaat niet zo rap nu toe. Laten we daar maar op houden. Dus we gaan wel knippen. Cavani en Jovetic. Kijk, dit is mooi. Twee mooie spelers hierin. Hè. FIFA geeft me nou eindelijk wat luck misschien. Nou gaat het komen. Dit is het teken. Dit is het moment dat ze spelers gaan krijgen. Hier gaat het komen. Messi op het volgende pakje. En dan krijgen we... Ja, laat ik maar zitten. Nou, we gaan hier nu over de 500k. Wordt dit pakketje hem dan? Gaan we nou even iets pakken? Het is Boni, maar die heb ik al. En Giroud.
Nou, en voor de rest is het meuk. Oh, niet allemaal verkopen. Paf. Wat we kunnen gebruiken gaat gewoon naar de club en de rest gaat weg. Ron Betonvelaar. Hoppakee. Oh, wat ben ik daar. Ja, wat moet je ermee, hè? Het is een goede verdediger, hoor. Begrijp me niet verkeerd, maar... Je hoopt toch echt op sterspelers. Als je 1 miljoen er doorheen gooit. Het kan nog. Het kan nog, maar... Rodriguez. Kijk, dat is ook wel een leuke aanwinst voor mijn team. Dat is nog wel leuk. Dat vind ik fijn. Die is leuk om te hebben. En voor de rest hebben we ook gewoon weer niks. Maar goed, weer een toch wel een leuke speler erbij. Hartstikke welkom. Gaan we weer door. Misschien gaan we direct er iets ook bij achteraan pakken. We gaan het zien. Nope. Het is echt, dan krijg je iets leuks. En dan daarna is het gewoon weer dikke meuk, weet je. Hey, een invorm. Iborra. Nou, ik ken hem eigenlijk niet. Maar goed, leuk om te zien dat er ook een invormpje even tussen komt vliegen, toch? Ik vind van wel, en voor de rest is dit pakketje kut. Gaan we weer lekker door naar de volgende. Zo dan, kijk dit is een Eredivisie pakketje, gek. Narsing, Cillessen en Fischer. Zo. Als je daar niet even trots op moet zijn. En ik had ze ook gewoon nog niet, hè. Oh, Immobile, hey, die kennen we. Onze Dortmund carrière is toch wel een goaltjes getter daar. Nou, leuk om die te zien hier. Voor de rest is het allemaal weer meuk. Maar goed. Misschien iets leuks voor een Bundesliga team. Al zijn er betere spelers voor dat. Ik zweer het je. FIFA heeft een hekel aan mij tot nu toe, jongen. Alleen maar eigenlijk Cavani en Nazri. En Jovetic waren goede aanwinsten. Voor de rest is het echt tot nu toe... Ja, leuk. Adebayor, Blasikowski. Ja. Zijn wel leuke spelers op zich, maar... ik hoop echt dat ik nog echt gewoon... We hebben nog genoeg tijd te gaan, hoor. Nog 720k. Maar... Het valt zo hard tegen tot nu toe. Zo hard tegen. Kijk dan. Hoeveel pech heb ik? Ik jaag er zoveel muntjes doorheen. En ik word niet beloond tot nu toe. Hey, kijk eens aan. Dit is leuk. Fabregas en Kroos. Het is dan wel geen Team of the Year, Kroos. Dat maakt niet uit. Maar leuke spelers eventjes. Hey. Hier kan ik tenminste wat mee. Dank je, FIFA. Dank je. Real Madrid shirtje er ook nog eens bij. Nou, kijk, dat maakt het weer iets goed. Dat vind ik leuk. Rest is meuk. Mag gewoon weer weg. Misschien krijgen we 2 pakketjes achter elkaar met iets goeds. We gaan het zien, we gaan het merken. Het is... Nope. Helemaal niks. Oh, kijk. Alba en Lallana zijn Lallana. Of ik die ga gebruiken niet. Maar Alba is een leuke aanwinst voor het team. Daar kan ik wel wat mee. Kan ik een Spaans team misschien wel mee gaan bouwen. Etcetera. Kijk eens aan. Dit was ook nog wel weer oké. Misschien krijgen we nu op het laatst eindelijk wat spelers. Ook hebben we nog steeds veel muntjes. Gaan we hier ook iets in krijgen. Alaba staat erop. En dan... Nee, het is echt gewoon 1 pakketje krijg je iets en daarna krijg je gewoon helemaal niks, weet je. Daar lijkt het nu toe heel goed op. Varane! Kijk, nou hebben we weer iets en dan ga ik straks nog een pakketje gewoon openen op beeld. En dan zit daar weer niks in, let maar op. Gaan we eerst weer even hierheen. Dit mag allemaal snel verkocht worden. Nou, gaan we kijken. Dan is dit gewoon weer 80 keer niks. Gaan we net Varane, is op zich wel een leuke speler. En dan kijken we hier. Alaba en Di Natale. Alaba had een Team of the Year verdediger kunnen zijn. Naar mijn mening. Laporte is ook wel leuk. Ja, nee. Dit is nog wel oké. Dit is nog wel leuk op zich. Naar mijn mening dan. Hè. Misschien hebben we anders iets van fuck off.
Maar ik vind het nogal waard om te laten zien. Nou, krijgen we hier ook misschien nog iets in dan, hè? Nou, we toch op een goede reeks zitten. 3 maal scheepsrecht ook nog eens even. En op. Oeh, Sturridge. Dat vind ik ook een leuke speler om te hebben. En, Buffon, goede doelman. Dit is ook nog wel een leuk pakketje. Hey, we krijgen weer wat interessant. Sturridge. Een van de betere aanvallers. Misschien wel de beste aanvaller van Liverpool. Want Balotelli, dat werkt niet. Dus dit is wel tof. Jij gaat naar de transferlijst. Paf. En de rest kan me niet zoveel schelen. Hartstikke idee. Oh, Sergio Aguero. Netjes. Die hadden we ook nog niet. Tof om te zien. En voor de rest zit hier helemaal niks in. Maar Aguero, welkom bij mijn team. Oh, het is Van der Wiel. Ook een leuke verdediger op zich. Ik weet niet of ik denk niet dat ik hem ga gebruiken. Maar leuk om te zien dat hij ook even voorbij komt. En voor de rest is het weer helemaal niks. Kijk, Rodriguez, die hadden we al. Ik weet niet of die wat waard is. Ik zet hem gewoon voor nu even op de transferlijst. En voor de rest mag de rest ook gewoon optieven. Rakitic, en ik zag nog een Nasri voorbij komen. Nou, ik weet niet wat het is. Ik heb niet meer zo heel veel muntjes meer te gaan. En ja, het valt vies tegen met wat ik tot nu toe eigenlijk in totaal binnen heb gevist. Met alles wat ik uitgeef, vind ik zelf. Ik ben een beetje teleurgesteld, I don't know. Misschien waren mijn verwachtingen te hoog. Kijk, ik verwachtte niet zozeer per se een Team of the Year speler. Maar gewoon wel wat goede spelers. Gewoon echt ster spelers had ik op gehoopt. Cavani was leuk. Hey, Eto'o. Nou, dat is ook nog wel leuk op zich. Leuk spelletje. Niks mis mee. Maar I don't know. Ik weet het niet. Het is niet... Het valt gewoon... Ja, het valt een beetje tegen, denk ik. Zo. Maar goed. Dit is ook gewoon echt een geluksdingetje. En ik heb geen geluk tot nu toe. Cavani was leuk, Nasri was leuk. Fabregas was leuk, Kroos was leuk. Op zich, ik heb wel een aantal leuke spelers. Maar ja, mijn verwachtingen waren wat hoger. Laten we daar maar op houden. Ochoa, de doelman van Mexico, uitblinkertje op het WK toen. Welkom, welkom. En doei de rest. Doei jongens, doei, hou doe. Fuck off eigenlijk. Geef me iets beters. We naderen het eind. Ik ga nou gewoon even elk pakketje filmen. Want misschien zit hier bij het eind nog wat moois. Maar het is echt een scheidpack open. Oh, Mascherano, welkom. En de Rossi ook welkom. Dat is nog wel oké dan op zich. Maar goed. Nog steeds niet echte sterspelers. Cavani was de highlight denk ik tot nu toe voor dit pakketje. Voor de rest is het één grote meuk. Eén grote baggerzooi. Eén grote, ja. Ja, dat is misschien wat over. Wauw, niet eens nieuwe spelers hier. Nee, maar dubbeltjes. Dit is wel heel triest dan eigenlijk, hè. Vind je niet? Ik vind van wel. Het zijn niet eens goede dubbels. Jongen, 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 jongen. Hoe is het mogelijk? Nou, als iemand pech had met Team of the Year, dan denk ik dat ik het was. Denk ik. Ik heb gewoon, ja, het viel mij zwaar tegen. 1,5 miljoen en dan krijg je alleen maar scheid eigenlijk. Misschien ben ik gewoon een klager. I don't know. Asamoah! Ja, daar word je vrolijk van. Er is ook wel wat beters voor te krijgen. Maar goed. Stuur wel je af naar de transferlijst. En de rest verkopen we snel. Hartstikke idee. Tadadadadam. Nou, wat krijgen we nu? Niks. Gewoon helemaal niks.
Oh mijn god, wat triest. Wat triest. Het is oh zo triest. Je hebt niet ge... Oh. Nou, dan gaan we nog even hier. Wat krijgen we nou dan? Niet genoeg munten. Maar we kunnen dit nog even openen. Laatste pakketje van de dag. Nee. Ook niet echt... Nee, geen eens spelers erbij of zo. Spelers die erin zitten had ik al. Jij gaat naar de transferlijst en de rest verkopen we snel. En dan hebben we het gehad hier. En dan is deze pack opening voorbij. Nou, mijn pack opening viel tegen, vind ik zelf. Nogmaals, laat achter of jullie iets moois hebben gepakt. Ik heb op zich wel leuke spelers met Kroos, Cavani en wie had ik nog meer? Fabregas. En er zaten op zich wel een aantal leuke dingetjes bij, maar niet echt super bijzonder, denk ik. Vond je dit leuk? Laat er vooral een like achter en deel deze video. Ik bedank jullie voor het kijken en voor de steun. En ik check jullie de volgende keer weer. Laters!